Ik denk dat iedereen naar de kloot is. Iedereen alles in de steek gelaten. Dat doet iets met je als je degradeert. Zo kut. Harende mensen om je heen en supporters. En... als het er werkelijk zo ver is, ja, dan is dat heel pijnlijk. Ja, RKC betekent voor mij heel veel. Ik ben eigenlijk heel mijn leven al een klein beetje gebonden aan de club. Ja, als vroeger. Ik heel jong was als keeper en ik heb heel veel taken verricht en tot op heden ook nog steeds. Ik heb bij de club heel veel meegemaakt, heel veel, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Twee jaar geleden voetbalde je nog om Europees voetbal. Word jij 's nachts wel eens wakker in de hoop dat dit gewoon één grote boze droom is geweest? Nou ja, dat heb ik wel eens gehad, ja. Maar je bent reëel genoeg om te weten dat, dat de situatie anders is en dat die is zoals die nu is. En je kunt de fouten die in het verleden zijn gemaakt niet terugdraaien. Er is natuurlijk vooraf heel veel gebeurd het half jaar. En ik denk dat de club na de degradatie in een bijna tsunami is terechtgekomen. Van heel veel financiële problemen. Spelers die vertrokken zijn, 24 stuks. Dan moet je eigenlijk jonge gasten de kans geven. Ook noodgedwongen. Die moeten nog het betaalde voetballen verkennen. Dus die komen heel veel dingen tegen wat ze nog niet hadden meegemaakt. En dan loop je toch bijna elke keer aan nederlagen toe. Dankjewel, Abila. Alsjeblieft. Dankjewel, hoor. Ze zeggen wel eens, die man of die vrouw die heeft een blauw-wit hart of een rood-geel hart. Over u zeggen ze, die man die heeft een blauw-gele ziel. Ja. 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 Klopt dat? Dat klopt wel, ja. We gaan naar binnen, het is koud. Ja? Ja, hetzelfde. Goed, goed. Ga jij een kaartje? Ja. Maar dan gaat u straks op die tribune zitten. Is dat dan met samengeknepen billen? Beetje wel. Ja. Ja. Daar doe je niks aan? Nee, nee. Ja, wat moet ik? Doelpunt voor Roda. Het doelpunt van Roda hangt in de lucht. Nu is het de vraag wanneer die gaat vallen. Doelpunt van RKC. Guus, ik weet niet of je mij nog kan verstaan. Ja, ik kan je nog verstaan. En dan staat Roda zomaar in de 56e minuut met 1-0 achter. Gianluca Maria. Nu zet hij in de 64e minuut de 2-0 op het scorebord. Geloof mijn ogen niet. Het staat volledig op zijn kop in Waalwijk. Oh, 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 wat krijgt Roda hier de kans op de kop tegen de hekkensluiter. 3-0 is de achterstand. Zag ik daar nou een traantje bij de 3-0, heel stiekem? Ja, ja. Ja, dit is echt voor de club fantastisch mooi. Ja. Wat komt er dan bij u naar boven op dat moment, als die 3-0 valt? Dan komt naar boven dat we de afgelopen tijd steeds omhoog zijn gegaan. Onder elkaar, met elkaar. En dat komt nou tot uiting. Hey jongen, goed hè? Dank je. Oh, geweldig, ja, geweldig. Ah, ja, dit mooi hè. Ja, 3-0 tegen nummer 2. Ja. Volgende week komt er nummer 1 op bezoek. Ja, nou ja. Wat is er hier mogelijk? Die doen we ook maar even, hè. Ja, we zijn al toch aan het overwinnen, dus dan blijven we maar aan de gang, hè. Lassen, jongens. Lassen, hoor. Goed, hè. Hey, goed, hè. Hey, kan niet. Hey. Onder de douche.
Volgens mij gaat er iemand van 78 heel erg lekker dromen vannacht. Dat weet ik heel zeker. Ja hoor. En ik pak er nog een borrel op als ik thuis kom.